Welkom terug bij Café Tinto. Vandaag bij ons in de studio Mirjam van der Vecht, Margreet Katouw, die ons even stil hebben gezet. Hè? Zeg ik het goed zo? En samen met Franca Huveneens hebben we het over in gesprek gaan met niet-christenvrouwen. Hoe ga je dat eigenlijk doen? Design je leven. En zo dadelijk gaan wij in gesprek met Clarine Sikkema. Ze is jong, moeder van 3 kinderen en ze heeft borstkanker. Maar eerst willen wij van jullie weten, welke vraag hebben jullie bedacht voor de gasten van morgen? De vraag die wij stellen voor morgen komt voort uit dat het afgelopen zondag eerste advent was. En we merken in ons eigen zin, nou ja, het eerste advent valt altijd voor 5 december, Sinterklaas. Hele drukte, je zit in een soort rush van alles moet gedaan worden. Een heel commercieel feest. Dus hoe leef je deze week toe naar kerst? Hoe combineer je Sinterklaas met de eerste adventsweek? Mooie vraag. Ja. Ja, heel toepasselijk ook. Dank jullie wel. Zal ik het boek weer op zijn plek zetten? Dank je. Clarine, je hebt een boek geschreven. Maar eerst willen we weten wie is Clarine. Dus ik heb voor jou ook een aantal tegenstellingen. Nou. Koffie of thee? Koffie. Camping of hotel? Camping. Auto of fiets? Auto. Jurk of broek? Jurk. Patatje met of patatje speciaal? Patatje speciaal. Chris en Jorike of Iris en Co? Chris en Jorike. Leuk, heb je ze zelf gelezen? Ja, want ik ben van oorsprong ben ik Jorike. Echt dus waar? Mijn naam was niet commercieel genoeg. Oh, wat leuk om te horen. Ja. Pruik of hoofddoek? Hoofddoek. Weekendje weg met man lief of een weekje camping met kids? Een weekje met kids. Parfum of body lotion? Tenminste, als Johan dan ook mee mag. Ja, natuurlijk. Parfum of body lotion? Parfum. Een regenboog of een zonnestraal? Een regenboog. En waarom? Wat is dat toch met die regenboog? Ja, dat is echt heel bijzonder. Ik ben in 2012 ziek geworden, in februari. Tenminste, toen is het ontdekt. Toen kreeg ik de diagnose borstkanker. En ik heb 1,5 jaar behandeling gehad. Wat ik allemaal in stukjes heb geknipt. En elke keer als ik een periode kon afsluiten, verscheen de regenboog. Mm. Dus ook als er nu ergens een regenboog verschijnt, stroomt mijn mailbox en mijn telefoon vol met allemaal berichtjes van mensen. Oh, ik krijg er gewoon kippenvel van. Maar zelfs toen je op Mallorca was. Klopt. Nou, ja. Ik kom vaak op Mallorca. Maar ik heb daar nog nooit een regenboog gezien. Nee, nou, ik wel. Ja, dat was heel bijzonder. En daar eindigt het boek mee met dat verhaal. Dat ik samen dus met Johan en de kinderen naar Mallorca ga. En dat laatste hoofdstuk schrijft mijn vader van... Ik kreeg de diagnose van je bent ongeneeslijk ziek. Toen ben ik weer in een behandelplan gestapt. En ik zou vlak na Mallorca weer een scan krijgen... Ja, of het stabiel is, of dat het verder gegaan is. En mijn vader schrijft dus het laatste hoofdstuk. Van ja, je gaat nu het vliegtuig in. Wanneer gaat die reis beginnen waar ze nooit weer van terugkomt? Mm-hmm. En wij zitten net op Mallorca en wij baalden, want het regende. Ja. Alleen met regen en zonneschijn verscheen de regenboog. En dat is het laatste wat mijn vader geschreven heeft. Ja. Je bent heel openhartig in het boek. Vanaf het begin dat je ziek wordt, het roze gedeelte is door jou geschreven, het blauwe gedeelte door je vader. Je vader is Bert Wiersema, bekende kinderboekenschrijver. Wat ik zo mooi daaraan vind, is het is jouw ervaring, maar tegelijkertijd ook de ervaring van iemand die ernaast staat. Ja. En niet je man, maar je vader. Ja. En dat geeft ook heel veel tips voor mensen die ernaast leven. Want Clarine, wil je misschien vertellen hoe is het begonnen 2 jaar geleden? Ja, in februari 2012. Wij zaten midden in een verhuizing. We hebben onze eigen woning, want mijn man is ontwerper. Mm-hmm. Hebben we laten bouwen. Dag en nacht aan het klussen geweest. Mijn jongste dochter was toen, of ik heb maar 1 dochter, maar de jongste was net 1 jaar. En je was 26? Ik was toen 26. En dus gewoon ontzettend druk geweest met van alles en nog wat. En ik viel heel erg af. Ik vond het prima. Maar op een gegeven moment ging het een beetje te gek. En ik voelde een knoppel in mijn borst. Maar ja, omdat mijn dochter net... En hoe ging dat moment?
Dat was op een zondagavond en ik kwam uit bad. Ik droog me af. Ik denk, wat is dit? Maar ja, had jij ook het gevoel van dat je hand er naartoe getrokken werd? Want dat hoor je zo vaak. Van... Nee, eigenlijk niet. Het was meer gewoon per ongeluk. Ik heb het per ongeluk gevoeld. En misschien heb ik het eerder wel gevoeld, maar niet bewust. Nee. En op dat moment was het zondagavond. En dan denk je, ja, moet ik het wel vertellen aan Johan? Niet vertellen? Ja, straks is het niks en iedereen in de stress, terwijl er niks aan de hand is. Maar direct aan Johan verteld, nou, ga je googlen iets wat iemand nooit moet gaan doen. Dus het eerste wat er stond, borstkanker. Ik dacht, ach, ik ben 26, komt niet in de familie voor. Ik vind het wel prima. Maar Johan heeft gezegd, je gaat maandagochtend direct naar de huisarts. En die was in eerste instantie ook niet direct helemaal in de stress. Maar goed, van het een kwam het ander. En ik heb toen wel tegen Johan gezegd, nu moeten we heel snel echt gaan verhuizen, echt over. Want ik voelde wel aan, als het fout gaat, ja, dan komt dat er nog eens even bij. En we waren net een week verhuisd. En Johan en ik gaan naar het ziekenhuis toe. En ik had echt het gevoel van of ik kom helemaal happy en gelukkig weer terug. Of ik krijg het, de genade klap, zeg maar, van dat is nou echt niet goed. En dat was dus ook zo, ja. Wat was je diagnose? Toen hoorde ik direct borstamputatie, chemotherapie, bestralingen. En, er zat een tumor in je borst. Ja, en had je toen uitzaaiingen? Toen niet. Nee, want dat wilde ik direct onderzoeken voordat ik het hele traject inging. Toen konden ze niks vinden. Dus ben ik heel positief erin gestapt in dat hele proces. En anderhalf jaar later leek ik klaar. En had ik alles gedaan. Ja, dat zeg je nu heel makkelijk. Maar in die anderhalf jaar heb je eerst een borstamputatie gehad. Chemo, bestralingen. En toen ook nog een operatie. Ja. Je eierstokken en je baarmoeder, die zijn weggehaald. Mijn eierstokken en ik heb andere borst preventief weg laten halen. Ja. Maar dat was ook met het oog op... In anderhalf jaar tijd. Wow. Ja, dat is bizar. Dat is wel een, het is niet te geloven. Een rollercoaster is het geweest. Maar ook de diagnose na één week al zo heftig. Ja, dan is het wel een hele erge vorm van kanker geweest. Ik had wel een hele agressieve vorm en ik heb twee type kanker. Dus het is niet alleen een hormonale kanker, maar ook een andere type. Dus en jong natuurlijk. Ja. Als je jong bent, dan is de celdeling heel snel. Klopt. Dus dat maakt ook heel veel verschil. En na die eerste amputatie bleek dus ook dat mijn eerste klier niet schoon was. Dus daarna weer een operatie direct erachteraan. Mm-hmm. Dus het was gewoon heel intensief. En dat met drie kleine kinderen vond ik wel heel zwaar. Nou, ja. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Hoe ben je daar doorheen gekomen? Je moet. Je gaat maar. Je doet alles met je beste bedoeling. Maar dat vond ik wel het allermoeilijkst om het te vertellen. Ja. Dat ik het zelf heb, dat zij zo. Maar dat je dat gaat delen met andere mensen en het verdriet van andere mensen gaat zien. Maar dat schrijf je ook zo mooi in het boek. Ook die tips voor andere mensen. Want heel vaak heb je boeken, hè, over ik heb borstkanker en het verhaal. Maar hier, die tips die zijn juist zo mooi. En vooral ook voor die schoolgaande kinderen. Ja. Want nou, hoe ga je daarmee om? Want hoe heb je het verteld? Nou, ik kreeg de diagnose laat op de dag. Dus ik was pas tegen 6 uur thuis. Mm-hmm. Toen, mijn ouders vonden het, die waren aan het oppassen. Nou, wonen je ouders vlakbij jou? Ja, ongeveer 10 kilometer verderop. Ah, wat fijn. Dat is heel fijn. Ja. En dus die heb ik het verteld. Maar direct ook gezegd van niet vlak voordat mijn kinderen op bed gaan wil ik ze dit vertellen. Want ik weet niet eens hoe ik ze dat moet gaan vertellen. Want dat miste ik dus heel erg. Van hoe leg ik nou een kind van 5, 3 en 1 uit wat er aan de hand is? En ik kon er niet omheen, want een week daarna lag ik op de operatietafel. Het ging heel snel. Het ging heel erg snel. En gelukkig heb ik wel heel veel dingen nog gedaan in die week wat ik heel graag nog wou. Mijn kinderen knuffelen. Ik kan dat nooit meer doen zoals een andere moeder dat zou doen. Dat heb ik heel intensief en heel bewust gedaan. Waarom niet? Waarom kan je dat niet meer doen? Het gevoel is weg. Ik krijg je zenuwen worden natuurlijk ook weggesneden. Dus ik heb dat gevoel niet meer. Van dat lekker dicht tegen mij aanhouden. Ja, dat energie, en dat vond ik heel moeilijk. Omdat ik dat een dochter van 1 jaar heb. Gehoord. Ja. Maar meestal ben je ook vaak ouder als dit gebeurt. En ja, dan zit je niet meer in die knuffelleeftijd. Nee. Nee. En daarom vond ik het ook heel moeilijk om die tweede borstamputatie ook te doen. Want dan is het definitief weg. En als kinderen op schoot zitten, gaan ze al heel snel dit doen.
Hè, dan hebben ze gezeten en dan drukken ze met die elleboog naar achteren. En of ze komen op je afrennen en dat doet altijd zeer. Maar het heeft 1,5 jaar geduurd. Dan ben je daar eindelijk van af. Je ging revalideren en je dacht van ik kan dit afsluiten en... Eind goed, al goed. Ja. Want zo zag het er ook uit, in eerste instantie. En daarom heb ik toen ook helemaal dat boek niet willen schrijven. Het is gewoon zo'n cliché verhaal van iemand is beter en het gaat goed. En toen? Ik heb het trouwens ook heel groots gevierd. Hè, groot bedankfeest voor iedereen. Want ik was helemaal dat bedanken zat. Want ik moest iedereen bedanken voor wat hij altijd deed. En toen dacht ik van, ik wil nou weer gewoon zijn zoals ik ben. En ik ga in mijn auto weer naar mijn werk. En ik heb alles op alles gezet. En na 3 maanden kreeg ik pijn in mijn rug. En niemand had het verwacht. Maar na 3 maanden zat ik weer terug bij af. En heb ik uitzaaiingen in mijn ribben zitten. Mm. En dan... Je was eerst aan het sjouwen geweest met een paar dozen. Ja, dat... Johan dacht van, dat zal daar wel van komen. Dat had je niet moeten doen. En bij mij viel het kwartje zo van, ik heb dit al veel langer. En, dat wist je in je onderbewustzijn? Ik wist het al, ja. Ja. En dat schrijf ik ook in het boek. Op een gegeven moment wil ik de kinderen uit school halen. En dat ging ik natuurlijk lopend doen, want conditie opbouwen. En dus ik was onderweg. En ik begon te hijgen en ik had zo'n pijn. En dan heb ik de buggy aan de kant gezet. En ik heb keihard geschreeuwd van nee. Want toen wist ik het al. Hmm. En dat was voor de herfstvakantie. En we zouden naar mijn broer in Engeland. Mm-hmm. Dus ik heb het rustig gehouden en verder ook nog niet verteld. Wel aan Johan en mijn ouders. En pas daarna heb ik het in gang gezet. En toen wist ik het al vrij snel. Dus precies 1 jaar geleden nu zat ik in die hele onderzoek. En toen ging je weer naar het ziekenhuis. Ja. En dan wordt weer een scan gemaakt. Ja. En dan? Krijg je dus te horen van je hebt uitzaaiingen in je ribben zitten. En dat houdt dus in dat jij niet meer genezen zou kunnen worden. Hè, medisch gezien dan. Maar dat jij dus in een verlengende fase komt te zitten. En daar zit jij nu in? Ja. Maar je ziet er heel goed uit. Ja. Hoe gaat het met je? Dit vraagt gewoon heel erg veel van mij. Vorige week heb ik een kuur gehad. Ik krijg elke 3 weken nog een kuur. Dus dat vraagt van mij heel erg veel. Maar ik ga wel, want zo goed als ik me nu voel, komt misschien wel nooit weer. Kijk, daarin is mijn leven ten opzichte van andere moeders anders. En ik mocht laatst een kuur overslaan, omdat ik te veel bijwerkingen kreeg. Mm-hmm. En ik kreeg een energie. Johan zei, je bent niet meer te houden. Nee, ik zei, maar dit komt nooit weer. Nee. Want deze kuren krijg ik zolang als ik het volhoud. Ja, tegen en de hebben tijd, ze ook gezegd, hebben ze in tijden gesproken? Dat doen ze eigenlijk tegenwoordig niet meer. Nee? Nee. En zolang ik dit vol kan houden, kan ik die tijd erbij krijgen. Maar slaat het om, kan het heel snel gaan. Ja. Dus voor mij is het leven, ik leef vandaag en morgen zie ik wel weer. Maakt je dat heel erg onzeker? Nee. Nee. Wat geeft jou kracht? Als het gewoon goed gaat, geeft het mij wel kracht. Tuurlijk heb ik ook op die momenten dat ik me ziek voel, dan voel ik me ellendig. Mm-hmm. En vorige week heb ik mijn 100ste behandeling opgehaald, zeg ik dan. Mm-hmm. En dan wordt tegen mij gezegd, nou dan weet je waar je het voor doet. Nou, en ik lig kotsbloedend te bed. Waar doe ik het voor? Nou, hallo. Vind je dat vervelend, die opmerkingen? Nee, van want ik zou het zelf ook zeggen. En op een goed moment denk ik, ja, ik weet waar ik het voor doe. Ja. Ja, en dan word je weer teruggeworpen. En denk je waar ik het voor doe. Wie is God voor jou? Een liefdevolle vader. En dat klinkt misschien wel heel lastig. Zeggen. Maar ik vind dat echt. Want anders was dit boek er niet geweest. Dat wil niet zeggen, er wordt tegen mij ook wel eens gezegd, jij krijgt dit zodat jij over God kan praten. Ja, dan denk ik, geef me dan maar iets anders, dan praat ik er ook over. Ja. Zo zit dat niet in elkaar. Maar ik merk wel dat als ik mij openstel voor God van, oké, ik krijg dit, ik wil er wel wat mee doen, dat het dan ook wel gaat. Dan geef jij God hier de schuld van? Nee, heb ik nog nooit gedaan. Nee. Hoe zie jij dat dan? Ik geloof dat hij er altijd bij is. Hoe dan ook. Hij laat de regenboog zien op momenten dat ik het echt nodig heb. En hij zorgt altijd wel. En wij zien het zo werelds hier op aarde. We zijn zo druk met het leven hier. Maar dat is maar een speldenknopje van alles wat ons nog te wachten staat. En dan denk ik, waar doen wij moeilijk over?
Je hoeft alleen maar te leven en meer hoef je niet. Je hele perspectief is veranderd, ja. Hè? In no time, ja. Eigenlijk. En daarom heb ik ook, als ik naar het zwembad moet met de kinderen, dan is dat voor mij een opgave om te doen. Want het kost alle energie van een hele dag. En dan hoor ik, oh, nou, een druk. En, oh, en nou, alle moeders zijn weer aan het klaar. Ja, dat is het hier weer warm. Zwemles. En dan denk ik, joh, man, ja. Maar ik zit hier. Ja. Ik had hier ook niet kunnen zitten. Dan denk ik, je bent een wandelend getuigenis, hè? Ja, zonder woorden. Ja. Want in het ziekenhuis ook. Ik vind het vreselijk om elke 3 weken bij heel veel oudere, klagende mensen te zitten. Die dan ook in zo'n stoel zitten waar ik dan mee praten moet. Die krijgen dan ook chemo. Die krijgen dan ook chemo's. En dat vind ik het meest confronterende. Totdat op een gegeven moment kwam er een jonger iemand naast mij zitten. Ze zei, ik krijg zo'n mijn eerste kuur. Ik zei, joh, ik kan niet zeggen dat het goed gaat. Ik zei, je voelt je kostberoerd. Maar komende zondag stuur jij mij een e-mail. En zo waren we aan het kletsen, terwijl het hele infuus leeg liep. En toen kreeg ik zondag een e-mail van, ik weet niet wat er met jou aan de hand is, maar je geeft bijna licht in die stoel. Wat is dit? En zo kan je dus door te zijn wie je bent, iets uitstralen zonder woorden. Ik ben niet een evangelist daar in het ziekenhuis. Nee, was je 2 jaar geleden anders daarin? Toen stond ik er nog veel hoopvoller in. Dan denk ik, nou, ik kan gaan afstrepen, zoveel kuren, zoveel bestralingen. Mm-hmm. Dat vink ik af en dan is het de groeten. Heb je een bucketlist? Nee, ik draai mijn bucketlist om. Dat is heel... Hoe werkt dat? Heel veel mensen zeggen, nou, bungee jumpen. Nou, ik zeg, dat doe ik wel in de hemel. Dan weet ik in ieder geval dat ik mijn nek niet breek. Geweldig, ja. Dus dat doe ik niet. Maar wat ik wel doe, is dat ik dingen doe wat ik vroeger ook gedaan heb. Wij hadden vroeger, toen we getrouwd waren, een klein sportautootje. Nou, die heb ik laatst weer gehuurd. En hebben we samen in gereden. Oh, en zo van, goh, hey, hoe was dat toen? En wij draaien het om. Weet je wat ik zo'n mooi moment vond in het boek? Dat jij, je bent alleen in het ziekenhuis. En je voelt je heel eenzaam. En dan komt Johan. En die zet jou in een rolstoel. En ja, die gaat een kwartier lang met jou door het ziekenhuis heen crossen. Ja, klopt. Geweldig! Ja. Niks zeggen en gewoon crossen. Ja. Nee, daar waren we echt net een stel kleine pubers. En dat heb je net even nodig gehad dan, toen? Ja, want ik vond het heel erg. Ik lag alleen in het ziekenhuis. Iedereen reed voorbij. En iedereen had het druk. En ik niet. En toen kwamen de grote waarom-vragen. Waarom mag ik dit niet op mijn 60ste krijgen? Of waarom moet het nu? En waarom moeten de anderen mij ziek zien? En toen kwam Johan inderdaad. En die zegt... ik zei, Johan, ik word gek hier. Ik kom uit een druk gezin. Ja. In 1 keer in de kamer alleen, wat ik ook al gevraagd had. Ja, dat is verschrikkelijk dan. En dat kwam heel erg op me af. En toen zei Johan, die ging in 1 keer weg en die haalde een rolstoel op. Nou, ik met mijn drenen in vuur zat ik er in die rolstoel. En ik had heel veel pijn. En iedereen keek, want je kon gewoon zien dat ik geamputeerd was. Het interesseerde mij niks. Ik denk, kijk maar, want dit kan iedereen overkomen. Want ik heb niet iets eraan gedaan. Ik heb altijd geleefd zoals ik het niet had hoeven krijgen. Clarine, ben je bang voor de dood? Nee. Hoe zie je het voor je? Doodgaan wel. Dat wel. Want dat proces, dat komt nog. Mm-hmm. En als dat een langzame aftakeling is, dat wel. Maar dood zijn niet. Nee. Want hoe zie jij dat voor je? Ja, daar staat het mooiste op mij te wachten. En tuurlijk heb ik daar mijn twijfels wel over gehad. Want wat hebben wij eigenlijk een idealistisch geloof? Voel je je alleen? Er is altijd iemand bij je. Ga je dood, staat het mooiste op je te wachten. En daar heb ik ook wel eens over getwijfeld. Denk ik, het klinkt natuurlijk wel heel prachtig. Mm-hmm. Maar wat is het mooi dat ik dat mag geloven. En dat maakt ontzettend veel verschil als je in dat wereldje je begeeft met andere zieken. Wat voor perspectief je hebt, wat dat het verschil maakt. Ja. Dus dood zijn niet, dood gaan wel. Nee. En weet je, je weet nooit hoe het leven loopt. Mijn eerste man is omgekomen door een motorongeluk. Mm-hmm. En ik weet nog, toen hij overleden was, een paar weken later, kwam ook iemand, een jonge vrouw die terminaal was. En die kwam bij mij aan de deur een bosje bloemen brengen. En die zei, ik had eerder moeten gaan. En Jaap ging voor. Ja. Dus je weet het toch niet. En dat vind ik dan, ik weet nu dat het gaat gebeuren. Mm-hmm. Wanneer weet ik niet, maar ik krijg wel tijd. Ja. Ik kan voor mijn kinderen dingen opschrijven. We kunnen nog wel een uur langer met je praten, maar helaas, het zit er weer bijna op. We mogen een exemplaar weggeven. Dus zit u thuis en denkt u van, ik zou heel graag zo'n mooi boek willen hebben, of ik ken iemand die ik er blij mee kan maken. Stuur een mailtje naar cafetinto@family7.nl. Clarine, heb je nog nagedacht over een gebedspunt? Toen ik te horen kreeg, je wordt niet meer beter. En daarvoor ook al.
wederkomst. Er wordt heel weinig eigenlijk gebeden voor de wederkomst. Maar ik ben ziek en ik heb het daarmee moeilijk. Maar moet je eens kijken, de hele wereld zit vol met verdriet. Wie zijn wij nog om hier nog te willen zijn? En dan is dat van jou ook heel mooi. Draag het uit naar de buitenwereld, want dan is ons getal vol en dan zou gaat het gebeuren. Zou je nog iets willen vertellen tegen de mensen thuis die ook in zo'n situatie zitten? Lees het boek. Lees daar staan boek. Alle tips en ideeën in. Dat is het tip. Ja. Ik wens je heel veel sterkte toe voor wat komen gaat. Je hebt ook nog een eigen website. Klopt. En hoe heet die? Kankerinonsgezin.nl. Kankerinonsgezin.nl. En daarnaast heb ik ook nog samen met Johan een stichting opgezet voor mensen die in de soortgelijke situatie zitten als ons. Dat wij even een verrassing voor hen aanbieden. Maar dat mooi. Is Stichting Colors. Oh, Stichting Colors. Wat ontzettend mooi. Dankjewel voor je openhartigheid. Ik wil vragen aan u thuis of u met ons mee wilt bidden om zo het verschil te maken. We bidden voor de wederkomst. We bidden voor de stilte om daar Gods stem te leren verstaan. Design je leven dat het land in mag gaan. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst naar de studio. Kijkers thuis, heel erg bedankt voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne dag en heel graag tot morgen.